In Lifestyle Experience hebben we het regelmatig over duurzaamheid. Maar ja, wat is nou duurzaamheid? En zeker in het kader van tuinen, hoe pas je dat nou toe? Nou, Egbert van branchevereniging VHG kan me daar alles over vertellen. En natuurlijk zitten wij gewoon even heerlijk op het terras in de tuin. En Egbert, dat gaat er ook over. Want het was laatst een leuk onderzoek. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het onderzoek is namelijk gebleken dat een huis met een mooie tuin eromheen gemiddeld toch 10% meer waard is. Nou, dat is in deze tijd natuurlijk heel mooi meegenomen. Maar wat verder uit het onderzoek is gebleken, dat consumenten heel graag iets willen met duurzaamheid in hun tuin. Ja, want die duurzaamheid, wij hebben het in Lifestyle Experience eigenlijk het ook heel vaak over. Maar hoe leg je dat nou goed uit? Er is een concept ontwikkeld, dat heet de levende tuin. En er zitten een aantal basisprincipes in die te maken hebben met water, met bodem, met energie, met dieren. En die principes die worden dus nu gebruikt voor het inrichten en onderhouden van tuinen. Nou, op zich is de uitleg natuurlijk dan wel helder, maar hoe laat je dat dan vervolgens zien aan mensen? Nou, er is een bloemblaadje dus voor ontwikkeld. 5 blaadjes zitten eraan. Dat wil dus zeggen dat we water, voedsel, energie, dieren en bodem, dat zijn de 5 blaadjes waar we het over hebben. En hoe groener die blaadjes zijn, hoe duurzamer in principe de toepassing van zo'n element in die tuin ook is. Nou, ondanks dat jouw verhaal natuurlijk gewoon helemaal duidelijk is, wij hier natuurlijk heel gezellig zitten, zie ik het nog niet echt heel erg voor me. Nou, misschien Kevin, dan is het leuk dat je even de tuin mee inneemt en dat je even wat voorbeelden laat zien. Dat lijkt me een heel goed idee. Kijk Kevin, wat nou eigenlijk zo leuk is, is dat bijvoorbeeld in deze tuin is heel veel aandacht voor water. Kijk, het klimaat gaat veranderen. We hebben te maken met meer en heviger weer, hè, de stortbuien bijvoorbeeld. In deze tuin is er rekening mee gehouden dat het water alvast hier ergens gebufferd kan worden. Wat wel grappig is, het is een soort vijver en tuin, want je kan er ook overheen lopen. Klopt, in ja. één. Ja, en dit is natuurlijk ook weer leuk voor kinderen om te pootje baden. Dus op zich is het natuurlijk ook weer een leuk element in de tuin. Het mes snijdt aan meerdere kanten, mensen. Wat daarnaast erg leuk is in deze tuin, is dat hier bijvoorbeeld ook ruimte is gemaakt voor dieren. Bijvoorbeeld in die holtes die daar gemaakt zijn, ook daar in het hout. Daar kunnen bijvoorbeeld solitaire bijen, maar bijvoorbeeld ook hommels in zitten. Dus er is hier ook ruimte voor dieren in de tuin. Juist dit is dan een mooie combinatie van aan de ene kant, je wil graag een beetje beschut zitten. Ja. Dus je ziet hier een haag. Maar deze haag is dus geplant van appels. Dus je eet in je eigen tuin. Eetbaar ook nog. Wat wil je nog meer? There's a white cat in the garden. Nou Kevin, het voorbeeld wat ik hier wil laten zien is eigenlijk heel creatief. Deel het groen met je buren. Ja. Waarom zou je een hele grote dichte schuttingen gaan maken als het groen dat aan de andere kant groeit ook bij jou kan groeien? Dus dit biedt eigenlijk ook een stuk creativiteit in jouw tuin. Ja, precies. Dus vandaar deel het groen met de buren. Ook dat is iets wat je in de levende tuin dus terug kunt vinden. Dankjewel. Graag gedaan.